was denk ik een van de mooiere weken uit je loopbaan. Voetbal gerelateerd zeker, ja. Laten we beginnen met de wedstrijd. Jullie winnen vandaag met 1-0 van Vitesse. Wat voor wedstrijd heb jij gezien? Ik denk dat een goede wedstrijd vanuit onze kant. We vergeten alleen één ding en dat is de score uit te breiden. Dus dat zal een verbeterpunt van ons zijn. En dat is iets waar we kritisch naar onszelf in moeten gaan kijken. En dat is dat we de kansen die we krijgen, dat we die ook gaan afmaken. Want je houdt het eigenlijk nu onnodig spannend. Ja, is dat het gevoel wat nu een beetje overheerst? Of is er ook wel tevreden gevoel dat je tevreden kan kijken op het spel wat jullie hebben laten zien? Ja, natuurlijk ben je tevreden. Je houdt de nul, je wint en dat is zeker een goed gevoel. Ja, waar zat vandaag het vooral verschil in? Want het verschil is op het veld natuurlijk heel groot tussen jullie en Vitesse. Ik denk dat we goed de bal lieten rondgaan. Veel kans gecreëerd. Het spel op en neer. Diepgang. Het was gewoon leuk om naar te kijken. Dus daar ben ik wel het meest tevreden over. Ja, je zei natuurlijk zelf al, het enige wat je dan kwalijk kan nemen is dat je die kansen niet afmaakt. Toch eerst op de tribune een beetje het gevoel van jullie gaan dit niet weggeven. Was het op het veld ook wel dat gevoel? Ja, dat gevoel had ik ook wel. Alleen je weet het nooit met voetbal. Het kan er altijd, die kans kan nog altijd een keer komen van hun. Dat zag je ook met die kopbal. Nou ja, die gaat gelukkig over. En voor de rest hebben ze eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Maar dat is ook een compliment naar ons. Ja, dat zegt inderdaad ook wel wat over Sparta. Dat jullie eigenlijk op die kopbal in de slotfase nou helemaal niks hebben weggegeven. Nee, dat is een groot compliment. Precies, ja. Je had er weer bijna een assist bij. Dat is misschien wel jammer dat die goal werd afgekeurd voor jou. Nee, niet voor mijzelf. Het ging me meer om dat ik het belangrijk vond dat we een vervolgstap gingen maken. Dat we niet van 1-0 naar 2-0 zouden gaan. Ja, en dan kan je misschien iets gemakkelijker voetballen. Dus het ging me niet echt om die assist. Het ging me echt meer om het feit dat we onszelf dan iets minder druk hoefden te maken. Ja, dat was je eerste clean sheet dit seizoen in de competitie. Dat is wel een heel lekker gevoel, denk ik, zo'n afloop. Ja, dat is zeker een goed gevoel. Eindelijk. Ja, zat je nog te wachten op die clean sheet? Ja, daar zat ik wel een tijdje op te wachten, ja. Want je had eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen vandaag. Nee, maar daarom, dat maakt niet uit. Het is gewoon fijn dat hij is gekomen vandaag. Ja, dan de andere reden waarom het natuurlijk een heel mooie week voor jou is, omdat je bent opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Hoe is dat gegaan vrijdag? Ja, hoe dat gegaan is? Nou ja, ik wist eigenlijk heel eerlijk niet... Dat de selectie bekend zou worden gemaakt op vrijdag. Dus het was voor mij een verbazing. Ik had er eigenlijk niet zo dusdanig mee bezig geweest. Dus dat was eigenlijk een verrassing. Een geweldige verrassing. Ja, lees je dat dan om 1 uur net als alle andere mensen? Of word jij eerder ingelicht? Nee, ik werd eerder ingelicht. Ja, door wie is dat gebeurd? Door de keeperstelling. Oké, ja. En wat bedacht je toen je dat hoorde? Nou, in eerste instantie denk je van maak je een grapje of niet? En op een gegeven moment dan slip je hem eventjes aan de lijn en dan hoor je uiteindelijk dat je geselecteerd bent. En gewoon een prachtige erkenning, mooi compliment op hetgeen wat ik heb laten zien. Ja, wat vertelde hij nog meer boven dat je geselecteerd bent? Sorry? Wat vertelde hij nog meer over waarom je geselecteerd bent? Nou, dat hij me al een tijdje volgde en dat hij tevreden was over de ontwikkeling en eigenlijk dat soort dingen. Ja, was je opgelucht dat je, want we gaan natuurlijk al maanden alleen maar over waarom zit Olij er niet bij. Was je opgelucht dat het eindelijk nu wel weer bij zat? Opgelucht. Luister, de stap naar Nederland zelf is gewoon weer een nieuwe stap. Als die kans kwam, dan kwam hij en kwam hij niet. Ja, dan bleef ik op dezelfde manier doorgaan. En nu is die kans wel gekomen. Ja, en dan staat de telefoon gelijk rood gloeien, denk ik. Ja, ik heb wel veel leuke berichtjes gehad, dus dat was wel heel erg leuk. Ja, geniet van je weekend. Dankjewel, jongen.